praat met de VWRO te landen en de man die hier naast mij zit is iemand die zeker geen onbekende is voor de luisteraars van VWRO. We geven hem een applaus, de Jason Bradley. Dank u wel allemaal. Jason, ik zou u kunnen aankondigen als internationale artiest, want je hebt al op heel wat podia gestaan in diverse landen. Vertel eens, waar heb je allemaal gestaan? Wat heb je allemaal gedaan? Hebben jullie allemaal veel tijd, ja? Ja, wel, het is allemaal destijds begonnen in Spanje, want dat verhaal weten we ondertussen al. Destijds begonnen op Mallorca natuurlijk, dus heb ik heel veel eigenlijk dagelijks opgetreden in Mallorca. Goed, ondertussen 25 jaar op het podium, maar we zijn eigenlijk al 18 jaar in België bezig. Nu, ik heb ondertussen inderdaad ook wel op heel wat internationale podium gestaan. Ik heb het geluk gehad om een aantal keer in Amerika te mogen optreden, in Miami namelijk, waar ik heel trots op ben natuurlijk. Waar heb ik nog gestaan? Duitsland bijvoorbeeld, zelfs tijdens de corona hebben we daar nog iets opgenomen. Heel veel persaandacht gekregen, Hongarije, ja, noem maar op. Ik zeg altijd, als ze mij boeken, vlieg ik overal naartoe. Je was als jonge gastanimator in diverse hotels in heel Europa. Heeft dat jou geholpen om zo'n show te brengen zoals je nu brengt op het podium? Wel ja, het is natuurlijk, dat gaat mee in je opleiding, laten we zeggen, in je ervaring. Veel mensen zeggen tegen mij, als je een show doet, ja, je babbelt, je kunt lachen, je kunt zeven, je kunt de mensen entertainen, uren en uren lang. Ja, ik heb daar geen probleem mee en dat is ook wel door die, laten we zeggen, die animatieprogramma's dat ik gebracht heb in de Stijds op Mallorca. Want daar moesten wij iedere dag 3 uur show geven. En de mensen moesten, laten we zeggen, geïnteresseerd blijven. Hè? Dus ze moesten echt wel kunnen blijven op terras. Want als de mensen weggingen, ja, dan verloren wij gewoon weg onze job. Dus ja, eigenlijk zijn we wel met de zweepslagen, bij manier van spreken, opgeleid geweest. Ja, je hebt al honderden, misschien wel duizenden optredens gedaan. Maar is er nu één optreden waarvan dat je zou kunnen zeggen, dat was nu een keer echt het optreden voor mij? En wel, wat ik nog altijd heel veel van spreek, en dat is, dat ga ik nooit vergeten. Op een dag, op een avond, ik zit thuis met mijn vrouw, heel romantisch, hè, pas op, heel romantisch in de zetel naar familie aan het kijken. Zeker dat met die vrouw was? Ja. Nee, ik weet niet meer of dat familie was. En ik kreeg een oproep. En die zegt tegen mijn vrouw nam op, en die zegt, ja, ik ben geïnteresseerd in een boeking van Jason Bradley. Ik zeg, ja. Ja, ja, zegt hij. En zegt mijn vrouw, waar zou dat doorgaan? En wel, zegt hij, in Brugge. Ik zeg, in Brugge? Ja, maar in mijn living. Ik zeg, ja, ik doe tekens tegen mijn vrouw. Ik zeg, in de living? Ik ga niet in de living gaan zeggen. Ik bedoel, dat doe ik niet. Dus ik doe tekens. Nee, ik kan dat niet doen. Ja, zegt ze, ja. Ja, zegt die man, ik wil hem toch wel heel erg. Want ik heb Jason al een paar keer gezien en ik zou een tiental personen willen uitnodigen en ik zou een optreden van Jason in mijn living willen. En mijn vrouw kijkt zo met puppyoogjes naar mij van, allee, doe dat toch een keer. Dus ik zeg, het is goed, ik ga dat doen, geen probleem. Ik rij naar Brugge, dat was rond de kerstperiode, goed luisteren, hè. Ik rij dus naar Brugge en ik kom op een oprit, een hele lange oprit met allemaal boompjes. En een hele, wat een hele grote villa. De witte villa, echt de waarheid. Dus ik kom erop en ik schijn nu mijn lichten van mijn auto op die witte villa. En wat zie ik daar aan de deur, geloof mij dames en heren, een echte butler. Daar komt dat tegen. Een echte butler. Dus ik stap ik uit mijn auto, de Bradley is hier. Dag meneer de butler, dag meneer Bradley, zegt hij. Kom jij maar mee, zegt hij, kan je verwijzen naar uw kleedkamer. Ik zeg, ho, wat is dat hier allemaal? Ik kom binnen en ik zie direct aan de rechterzijde een klein lievingske, maar een geluidsinstallatie zoals op Slagerfestival. Ho, wat is dat? Ik zeg, ja, nu verschiet ik in mijn ongeluk. Zegt hij, ja, kom maar mee naar boven, zegt hij. Kom maar mee naar boven naar de kleedkamer. Ik mee naar boven. Allee, goed, enkele kamers, links en rechts, die staan open. Dus ik kom binnen. En ik zie aan de eerste kleedkamer de Brussel Strangers. Ja, allee. Ik zeg, hallo, dat is leuk. Een beetje verder aan de andere kant. Yo, Vali. Oh, allemaal voor die 15 mensen. Oh. En een beetje verder, ik steek mijn hoofd binnen zo in die kleedkamer. En zo gaat dat. Amai, ja.
Jason Brandy, geweldig. Onze Eddie Wally, dames en heren. Echt de waarheid. Dus wij doen daar ons optreden voor 15 mensen, dames en heren, rond de kerstperiode. En die persoon vond dat zo leuk, dat hij zei tegen ons van, Jason, zegt hij, en tegen de andere artiesten ook, zijn jullie volgende week terug vrij? Ik ga 15 andere vrienden vragen. Ja, raar, maar dat was nu echt een heel, heel bijzonder, ja, heel bijzonder en prachtig optreden. Echt, dat was leuk, dat was echt leuk, ja. Ja. Jij kunt zo wat alle muziekgenres aan. Wat zijn je het liefst van al? Dat is een moeilijke vraag. Dat is eigenlijk een moeilijke vraag, want ik zing eigenlijk, goh, ik zing heel graag Nederlands, maar diep van binnen denk ik toch wel dat ik zo die Engelse crooners van vroeger nog ietsje meer, ja, dat meer in mij zit. Ik heb ook zo iemand die Engelse crooners gezongen heeft en die nu iets helemaal anders doet. Lottie Ghost Metal. Ja. Nee. Zie je het zitten, Bradley Ghost Metal? Nee, dat is iets dat er bij mij niet zal. Nee, dat zou er niet ingaan. Dus ik kan heel geweldig zijn, maar het zal niet meer met metalmuziek zijn. Nee, ja, nee. Ja. Vertel eens wat over je plaatopnames in het verleden en het heden en wat mogen we nog van jou verwachten op singles of album? Ik heb al heel wat zaken uitgebracht en platen natuurlijk. Platen, cd's. We zijn ook al jaren bezig. In het begin was dat allemaal die singeltjes. Maar dat is toch zo'n beetje uit de markt nu. Dus nu werken we enkel alleen nog op full albums, laten we zeggen. Ja, onlangs heb ik nog een full album uitgebracht met een collega. Mijn toekomstplannen. Er zijn nog plannen voor nieuwe full albums, maar het gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk en zo vlot als vroeger. Maar ja, er zijn ook heel veel plannen en ook heel veel videoclips, dus blijven bezig. Oké, we kijken er naar uit. Benidorm komt er weer aan, hè? In oktober ga jij weer mee naar Benidorm. Ja. Hoeveelste keer is het nu al dat jij met fans naar Benidorm gaat? Ik denk, laat mij niet denken, nee, want ik ben zo'n klein beetje dement aan het worden. Op jonge leeftijd, hè? Maar ik ben nog altijd heel content, hè. Ik denk dat het nu, als ik goed nadenk, toch wel zeker 15 jaar is dat ik Benidorm doe. Ja, en waarom Benidorm? En wel, er zijn veel artiesten die ook naar Red de Maar gaan, dat is ook leuk uiteraard. Maar in Benidorm, ik hou ervan als je buiten komt en je ziet er al die zaken met die artiesten en je kunt zo van, allez, overal een keer binnen gaan en je pikt zo wat mee. Ja, ik geniet enorm van Benidorm, ook de temperatuur is iets beter. Onze kleine, die ondertussen al 17 is, die zit de ganse week in het zwembad. Allez, het is wel belangrijk, ik bedoel de zon en heerlijke cocktails en goed gezelschap. Ik bedoel, als het goed is, moeten we niet verhuizen. Voilà. Er komt iets heel speciaals aan voor jou, hè? Op 16 september is een belangrijke dag voor jou, hè? Ja, inderdaad. Dus ik heb het net al gezegd, ik sta dit jaar 25 jaar op de planken, dames en heren. Het is niet gemakkelijk natuurlijk, maar 25 jaar, dat wil zeggen, ook Spanje in gerekend. Dus vanaf de eerste dag dat ik mijn optredens gedaan heb, eigenlijk doe ik het al langer. Want eigenlijk ben ik begonnen toen dat ik 8 jaar was, als ik nog heel klein was. Maar ja, ben het dan even uit geweest. Maar professioneel sta ik nu 25 jaar op de plakken. Dat gaan we vieren dit jaar. Dankjewel voor het aandacht. Een harte applaus. Dankjewel, je had 2000 aanwezigen. Nee, dus we gaan dat heel speciaal vieren met een live orkest. Dus we werken nu ook heel veel samen met live muzikanten. En we gaan er echt wel een hele speciale avond van maken. Ook met enkele collega-artiesten. Dus dat wordt een onvergetelijke avond. En ik hoop natuurlijk dat jullie ook allemaal komen. Hè. Daar zijn we van overtuigd. Straks krijgen jullie ook jouw collega Greg hier bij ons. Samen brengen jullie country nummers. Nu moet je mij toch eens zeggen, een crooner die country zingt. Ja, dat is ook weer al een lang verhaal. Nu, ons hoofddoel is te brengen wat de mensen willen natuurlijk. Hè. Dus vraag me niet om hardcore of metal muziek te gaan brengen, dat ga ik niet doen. Maar inderdaad, toen dat ik in Spanje optrad, deed ik ook altijd 2 delen. Dus ik deed een deel gewoon, want ik werkte voor Engelstalig publiek, Engelse liedjes, crooners en zo verder. Maar ik heb altijd in mijn shows ook een deel country muziek gebracht.
Nu, in België heb ik dat de hele tijd niet mee gedaan. En de mensen vroegen het toch wel op. Van als ze foto's zagen passeren met mijn cowboyhoed. Het was een echte cowboy. En ze zeiden van, allee, waarom doe je dat niet in België? Zo zijn we daar ook een beetje mee gestart. En nu komen de aanvragingen binnen voor country shows. Dus ja, ja, doe dat ook maar. We kijken er naar uit en ook naar nieuw werk. Uiteraard van jou wens ik jou veel succes met je 25-jarige loopbaan. Dank je wel. 16 september trouwens, waar wordt dat gevierd? We gaan dat vieren in Alten, dus waar ik afkomstig van ben. Dus we in het gemeentehuis zelf is een prachtige mooie theaterzaal. En daar hebben wij de zaal afgehuurd. Daar kunnen heel wat mensen binnen, dus we gaan er een heel mooi show van maken. Oké, dan heb ik 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Vis of vlees? Vlees. Een avondje uit met Wendy van Wanten of Goedele Likens? Zonder nadenken? Zonder nadenken. Ja, pak dan maar Wendy zeker, ja. Ik moet ze niet ver naar huis brengen. Strandvakantie of skivakantie? Oh, strandvakantie dan. Eddie Merckx of Freddy Maartens? Merckx. Om de dames een plezier te doen. Ja. En frigobox of chic restaurant? Ja. Weet je, in het begin van de maand een chic restaurant en op het einde van de maand een frigobox. Dames en heren, Jason Brindley.